actie! Ik heb het idee dat we zomaar weer in beeld zijn. En dat zijn we ook. Cultuur in actie, dat is de manifestatie die wij online doen met al deze verslagen van alle mensen die in de cultuur werken, die in de entertainmentindustrie werken. En iedereen die wil zijn of haar verhaal natuurlijk doen, hoe heftig het wel niet is wat deze corona-periode met zich meebrengt. Marco Braam, jij bent pianist, componist, arrangeur, musical leider. Klopt. Van Tina the Musical. Klopt. Mag ik zeggen, wat een lijst, hè? Wat een kutperiode is ja. Dit dan, toch? Ook, ja, vreselijk. Ja. Wat, hoe hoorde je het nieuws? We waren nog aan het repeteren in het theater en ja. We waren bezig. En toen die middag hoorden we eigenlijk van, het is afgelast en het gaat voorlopig niet door. Nee. Dus het was eigenlijk heel mooi, want we hadden, er was nog van Stichting Doe een Wens, kwam er nog een meisje langs en die zou eigenlijk de voorstelling kijken en die kreeg een backstage tour. Ja. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet doorgaan, want. Maar ja, we dachten we moeten toch iets doen voor haar. Dus met Gaia en Bart van Hoofd, saxofonist, hebben we toch nog zo een beetje muziek voor haar gemaakt. En dat was eigenlijk een heel mooi moment. Maar Tina, de musical, het was net begonnen. Klopt. Die speelde wat, een maand of twee maanden? Ja, zoiets, ik weet niet. Of in januari was de première volgens mij. Ja, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het was net onderweg. We waren nog volop bezig om de tweede lichting mensen zeg maar in te werken. Alle understudies en alle vervangers. Ja. Dus dat is een drama eigenlijk wel. Ja. Ja. En nu zijn we, het is 1 juni, is het vandaag. Ja. We zijn al 2 maanden verder. Ja. Het is misschien wel bijna halleluja, want de theaters mogen weer open. Ja, dat lijkt zo, maar dat is natuurlijk toch niet zo. Voor 30 man kunnen wij absoluut geen voorstelling maken. Wij hebben te maken waarom niet? Omdat wij in een zaal zitten waar 1500 man in kan. Ja. En de kosten van een productie, alleen al om het op te starten, is echt een miljoenenproductie. Mm-hmm. En om het draaiend te houden, loopt elke dag 80 mensen rond. En de mensen die dan, dat zijn mensen die er zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die in deeltijd werken. Dus mensen die ermee te maken hebben, is een veelvoud daarvan. Ja. Dus dat is een onmogelijk businessmodel om daar iets voor te maken. Maar dat blijft voorlopig nog wel even, 30 man. En misschien worden het 100 man. Ja, dat gaat ook niet lukken. Het 1500 man, dat zit er pas in als er een vaccin is, zegt Hugo de Jonge. Dat begrijp ik. Maar dat begrijp ik. En ik begrijp ook dat er maatregelen genomen moeten worden. Dat vind ik ook heel goed. Ja. Maar ik denk soms wel dat de regering het niet helemaal begrijpt. Ik denk dat met 30 man, daar voel ik me toch een beetje geschoffeerd door eigenlijk. Dan denk ik weet je eigenlijk niet goed waar we mee bezig zijn. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want als jij zegt van 30 man, dan voel ik me geschoffeerd. Dan denk ik ook, je weet ook niet, als er 1500 man in kunnen. En het is zo'n miljoenenproductie. Hoe kom je in hemelsnaam bij het aantal van 30 man? Is er iemand van het kabinet of van de regering die heeft gesproken met mensen uit de theaterwereld om te overleggen wat nou wel en niet mogelijk is? Dat weet ik niet. Ik dacht eerst dat ik 30% hoorde, maar het was toch 30 man. En dat is onzin. Maar dan had 30% wel iets dat denk opleveren? Ik dat een soort van minimum is. 500 man erin, dan dat is een soort, gok ik. Ik zit niet in de businessmodellen, maar dan denk ik van dat is te doen. Ja. Komen niet uit de kosten, maar dan kunnen we weer draaien, denk ik. Ja. Maar ik vind eigenlijk die hele. Ik denk wel van, maar er is gevraagd om 1,5 meter plannen te maken. Die zijn gemaakt. Die zijn beland bij de mensen die erover gaan. Maar dat is eigenlijk in een la verdwenen. Daar is eigenlijk niet naar gekeken. En als je dan kijkt van, een vliegtuig mag weer vliegen en dan zitten mensen ongeveer op elkaars lepels sardientjes in een blikje. Ja. En dan denk ik dat dingen toch een beetje scheef gaan lopen. Dan denk ik, het is niet in overeenstemming met elkaar. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor grote. Ik doe heel vaak grote producties, maar ik doe daarnaast heel vaak kleine producties voor kleine producenten, omdat ik altijd mezelf wil blijven inspireren en uitvinden. En ik denk dat een taak is van een uitvoerend kunstenaar, zou ik maar zeggen.
En toen we niet meer mochten spelen, toen dacht ik van wat ga ik doen? Ik ben ZZP'er, ik ben niet in dienst bij Albert, dus ZZP'er, zoals de helft van mijn muzikanten. Mm-hmm. Wat ga ik doen? En toen dacht ik, nou, misschien moet ik me omscholen of misschien moet ik ander werk gaan zoeken. Dus dan zit je daarover na te denken. En toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat de muziek is zo mijn identiteit geworden. Ja. Ik doe dit 20 jaar. Ik heb meer dan 100 musicals of muziekproducties aan meegewerkt. Dan komt het aan zoiets essentieels van jezelf. En dat gaat eigenlijk veel dieper dan de economische kant, voor mijn gevoel. Ik was als baby werd ik gedoopt en ik was, van horen zeggen natuurlijk, ik was aan het huilen tot het kerkorgel begon te spelen. Ik merk als ik op vakantie ga en ik ben 2 weken weg, dan word ik chagrijnig. Dan ga ik naar een muziekwinkel of een hotellobby of een kroeg en dan ga ik even een uurtje spelen. Het is een essentieel om mezelf uit te drukken en mijn emoties weer te geven. En ik denk dat dat is waar kunst over gaat. En dat, ik denk dat het daarom van belang is. En de enige manier voor mij om te komen waar ik nu ben, is geweest via alle kleine podia en via concertzaaltjes en via overal waar je hebt opgetreden. Dus, en ik ben heel bang in die coronacrisis dat dat gedeelte, dus al die kleinere producenten en kleine zaaltjes, verdwijnen. Waardoor eigenlijk de piramide zijn onderkant verliest en we de top ook niet meer gevoed wordt. Vind je dat een zenuwachtige gedachte? Ja. Want ik merk het nu een beetje aan je. Volgens mij emotioneert het je ook. Het emotioneert me absoluut. Ja, dat merk ik aan je. En het kan het zijn, want als dit zo doorgaat, dan wordt misschien de hele cultuursector wel gehalveerd. Of dan wordt er wel gesproken van, ja, maar sommige producties hoeven niet door te gaan en sommige producties kunnen wel doorgaan. Kijk, de mens heeft altijd behoefte gehad om zich uit te drukken. Van de rotsteken, van de tekeningen in de prehistorie tot een ocarina die al 1000 jaar bestaat. Meer dan 1000 jaren. Maar het zijn allemaal hobby's. Tenminste, dat wordt gezegd. Dat zijn allemaal hobby's. Nee, dat zijn geen hobby's. Dat is essentieel uitdrukken van je mens zijn. En het is ook essentieel voor mensen om ernaar te kijken. Om zich te laten inspireren, om een andere mening te horen of je eigen mening te vormen naar wat je gehoord hebt. Mm-hmm. Dus nee, ik denk dat het veel dieper gaat dan een hobby. Ja. In ieder geval voor mij wel. Ja. Het lijkt een beetje op het verhaal van Billy Elliot, moet ik aan het doen. Ja. Toch? Ja. Je staat daar voor die mensen. Natuurlijk, maar dat is ook die, zo. Ja. Dat het zijn natuurlijk mensen die tegen de klippen op iets doen natuurlijk. Ja. Ja. Zo is het ook. Iedereen die een zoon of dochter heeft die zegt ik wil muzikant worden, zegt ga eerst maar een vak leren. Ja. Bij mij ook. En heb ik ook eerst gedaan. Ik ben eerst elektrotechnicus geworden. Mm-hmm. En daarna denk ik van nee, het bloed kruipt wel toch waar het niet gaat en gaan kan. Maar Marco, misschien moet je wel weer dan elektrotechniek gaan proberen te volgen. Ja, nou ja, dat was dus een gedachte. Maar ik merk dus dat die gedachte verkeerd is. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Klopt het dat Stageholding nu een jaar gaat stoppen met producties doen? Of blijven ze doorgaan? Of wat nee, Stage is tot, volgens mij tot voorjaar of tot maart zoiets zullen wij stil liggen. Dat is nu wat er besloten is. Ja. Tenzij er dingen drastisch veranderen. Als er morgen een vaccin op de markt is en iedereen kan... Maar je bedoelt maart volgend jaar? Ja. Ja. En wat ga je doen dan? Dat is een ingewikkeld verhaal. Maar gedeeltelijk ben ik aan het schrijven, dingen aan het bedenken, me aan het voorbereiden. Als muzikant moet je natuurlijk altijd je skills onderhouden. Dus je moet gewoon zorgen dat je goed piano kan spelen. Je wordt afgerekend op elke noot, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar gaat ook een gedeelte van de tijd in. Ik probeer contact te houden met 40 muzikanten waar ik mee te maken heb. 35, 40. Hè? En in de periferie nog veel meer. Dus zo vul ik dat op dit moment. Ja. Ja. Je bent hier ook naartoe gekomen om je stem te laten horen. Zeker. Om mee te demonstreren, als het ware. Ja. Virtueel te demonstreren. Er staan nu een aantal deelnemers, 225.752. Daar is in het afgelopen uur is daar behoorlijk wat bijgekomen. Ja. En jij zegt net, het is een miljoenenproductie. Ja.
Ik neem, voor hoeveel mensen ga je tekenen? Ik ga niet voor heel steeds entertainment tekenen. Nee, dat heb ik ook even gecheckt met ze. Dat zijn er heel veel. Nee, ik wil graag me beperken tot de muzikanten die bij Tina Turner werken. Dat zijn die allemaal ook thuis zitten nu? Die zitten allemaal thuis. Ja. Ja, gedeelte heeft bijbaantjes gevonden. Of maar is in ieder geval niet met een musical bezig. En niet met professioneel muziek maken bezig. Nee. Dus dat zijn er... Ik zeg maar 35. Het fluctueert een beetje omdat wij altijd in poeltjes werken. We zaten in een opstart, dus maar 35 man. En ik ben ook nog bezig met een andere productie. Dat is Fun Home. Mm-hmm. Dat is van Opus One. Ja. Dat gaat misschien weer toeren. Ook in het voorjaar, als het kan. Ja. Dat zijn 35 mensen die zich er ook aan willen committeren. Dus dat zijn 70 mensen in totaal. 70 mensen in totaal. Ja. Heel goed. Dan wil ik je graag uitnodigen om te gaan tekenen. En daarna wil je nog iets doen. Nou ja, ik ben gevraagd om een liedje te zingen. Daarna willen wij graag dat je nog iets doet. Ik ben natuurlijk helemaal geen zanger. Dus ik heb mijn spiekbriefjes klaar liggen. En ik zal er iets leuks van maken. En ik doe mijn best. Als het eruit komt zoals je het net hebt verteld, dan zal het vast altijd goed komen. Dankjewel, Marco. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. Wat ga je spelen eigenlijk? Marco, wat ga je voor ons spelen? Wat ga je voor ons spelen? Ja, oké. Of wil je het aankondigen? Nou, nee, maar ik was benieuwd. Ik ga zingen een liedje uit Bridges of Madison County. Oké. Kan het dan? Het is een liedje uit de Bridges of Madison County, geschreven door Jason Robert Brown en vertaald door Koen van Dijk. En in dit lied wordt door een vader gezongen op zijn eigen begrafenis. En laten we er met elkaar voor zorgen dat de cultuur niet samen met het coronavirus begraven wordt. Als ik ga, leg me neer daar in het graanveld. Graaf mijn graf, daar maar diep, zo ga ik over. Dat is de hele hap, nalatenschap, als ik ga. Als ik ga. Naar de Heere in de hemel, kijk ik neer op dit land, zo ga ik over. Heer, ik vraag het u, laat het net als nu, als ik ga. Zo ga ik over.
Weet dat ik altijd van jullie houden zal als ik ga. En die liefde is mijn erfenis als ik ga.